minder toeristen uit Brakel, nog meer uit Everbeek. De Evervrienden. En ook ik leerde een fantastische madame kennen, ons Christa. Aan de telefoon vertelde ze mij al iets van haar plannen. Ze wou eigenlijk twee ploegen inschrijven voor de 1000 kilometer voorkomen tegen kanker. Op bezoek bij het bestuur bleek dat al haar Evervrienden achter haar stonden. Er was heel veel enthousiasme. Twee ploegen, het leek haalbaar, maar het zou toch niet gemakkelijk zijn. Al gauw werd het duidelijk dat het bij de Evervrienden een beetje uit de hand liep. Twee ploegen, vier ploegen, vijf ploegen, uiteindelijk werden het er acht. Acht ploegen die zich inschreven. Daarom dank je wel aan alle Evervrienden, aan alle helpers voor jullie inzet om van dit verhaal zo'n succesverhaal te maken. Geen 10.000 euro, maar meer dan 47.000 euro. Inschrijvingsgeld dat werd ingezameld voor de strijd tegen kanker. Pot advocaat per pot advocaat. Zakje rochekers per zakje rochekers. Quiz na quiz. Kerstmarkt na kerstmarkt. Spinningbeurt na spinningbeurt. Heel Brakel moest eraan geloven. Dankjewel aan alle sponsors en vele mensen die ons project hebben gesteund. Vanwege mij, vanwege onze organisatie Kom op tegen kanker, dank aan alle Evervrienden, dank aan familie, aan sponsors, sympathisanten, eters en drinkers. Jacques en Nicole, Rudy en Elsie, Ronnie, mijn gezin, zonder jullie was er geen verhaal. Het belangrijkste moet natuurlijk nog komen. Lieve mensen, zonder jullie allemaal was dit niet gebeurd. Vanaf nu zijn jullie dan ook officieel het mirakel van Brakel. Proficiat! En 47.000 maal dank! Ja.